Het spoor is weer een stukje veiliger. In de scherpe bocht tussen de Dubbeldamseweg Zuid en het station is een geleiderrail aangebracht. Die moet voorkomen dat treinen uit de bocht vliegen. Als een trein uit de rails loopt, houdt de geleiderrail de trein tegen. De wielen komen dan tussen de twee rails in te zitten. Vanwege de werkzaamheden reden er zaterdagnacht geen treinen tussen Dordrecht en Breda en Dordrecht en Roosendaal. Reizigers moesten met de bus.